Hij zei nog tegen mij: Jos, dit is mijn eerste jaar als voorzitter. Ik regel alles. Jij hoeft niks te doen. Maar ja, waar is hij nou weer? Alweer te laat. Hij zei hier al wat. Ja, ik huur wat. Hey, hoi hoor. Oh, hey. Zo. Goedenavond, Pierre-Louis en Pierre-Louis. Dag, voorzitter Jos. Goedenavond, Vos Martijn. Wat sport kom ik even af? Nou, dat zal ik net eens direct vertellen. Ik kom van de prins af. Zo? Ja, en ik... Ja, ik wil gewoon weer een klik hebben met de prins. En we kunnen dan gewoon best doen. Gezellig eten. We hebben blijven slopen, een bakje koffie drinken. Ja, en dat heb ik nou net gedaan. Bij de prins en bij de prinses. Nou, dat klinkt hier goed. Nou, het was gezellig. Maar je komt in huis nummer 10. Is dat een heel mooi nummer? Dat is een fantastisch nummer. Let u wat? Kijk maar eens even Smit. Oké. Ja, het was door verreggens gezellig. Ja, en ik moet ook denken van de keynote, hellepoep. Ja, ik denk, moeten we er verder gaan nu brood? Ik denk dat hier goed waar is. Voorzitter Jos, we gaan nog verder. Oh. Meneer zei, kijk eens met naar het volgende filmpje. Had ik huisnummer ook in? Oh, oh, ja, tuurlijk. We zijn bij het volgende huisnummer geweest. Kijk goed, kijk goed. Nummer 21, kijk met naar het volgende filmpje. Hoe heet jij favoriete kleuren? Lila.
Dus hebben we een koffie. Ik roep hem wel even. Hoi, koffie! Wanneer is het eigenlijk receptie? Nee, receptie. Dat is even. Ik moet eerst wel een klik met de prins gevaar. Dan is het wel. Harry, waar is dat pilsje? Ja, hier. Voor lekker. Dankjewel, kom, we hebben goed lekker te baan zitten. Sander, kom hier ook mee. Partij, maar ik heb een hele grote familie en die willen allemaal natuurlijk in de receptie komen. En, ja. Ja, dat weet ik wel. Ja, dat weet ik. Ja. Hey, Harry, koos? Ja, oh, ja, koos. Ja, hey, ja. Om een hele mooie kamer. Ja, dat is van echt leuk hoor. Ja. Ja. Ik voel een hele mooie kamer. En gebeld is er. Maar je mag dan wel die bekimmel hebben zijn bier slapen. Maar die Sandra, die ziet er gewoon goed uit. Had je niet even kunnen bellen? Veel zit er rustig. Ik snap dat ze niet genomen lijft in is. Dat snap ik. Maar ja, afgelopen jaar heb ik eens aan de belegen prins gehad. Misschien zien we een beetje op zoek naar iets jongens. Wat denk jij? Ik weet niet, een ander huisnummer misschien dan. We gaan maar eens even kijken. Welk huisnummer wil je vandaag? Nou, hier. Waar zit hier niet geslapen, Vastpartij? Hoppa, 25! 25! Dat zal wel wat jongeren gezien zijn. Denk het wel. Hé, hey, kijk maar even mee. Leuk!
zo, hè. Maar hoe laat het stemmen heet dus? Vanavond laat ik hem. Oh, ja, ik ben eigenlijk wel op zoek naar een klik met de neefprins van de Pilrus. Ja, ja, en dan natuurlijk ook met de prinses. Maar ja, dat is natuurlijk wel mooi samen. Weet je wat we doen? We gaan lekker slapen en we zien ons straks thuis komen. Oh, ik ben zo benieuwd hoor. Als Stef thuis komt. Wel trust hoor. Dus? Loesje, hoi hoor. Goedje, Stef. Zo, Martijn! Je had het wel hier gezellig bij Loesje, geloof ik niet? Dat was een mooie slaapplaats. Ja, dat geloof ik wel. Met een klik met Stef, dat gaat wel lukken. Nou, met Stef, dat is een gevallen paard, maar daar heb ik wel een klik met. Ze hebben een drumband, daar zit ik ook bij. En ik heb jarenlang samen bij Proefmaag met hem gezongen. Oh, zingen is ook een groot woord dan, Martijn. Ja, goed, goed, goed. Maar was dit het laatste adres waar je geweest ziet? Niet, hè. Helder hier. Ik heb er nog hier, ja zeker. Welk nummer gaan we nou in dan? Hoppa. 7. Ja. Het geluksgetal. Dat moet die wezen, 7. Het geluksgetal. Ja, dat kan niet missen. Mensen, Pilrus, Pilrusinnen. Kiek, even smet.
Denk je dat? Ja. Maar ik heb het niet. Ja, dat ging er wat. Hebben we het oog dicht gedaan of tijd? Ik heb het niet oog dicht gedaan. Ik ben zelfs maar s'nachts muziek geslopen en lekker mijn eigen bedje gekropen. Ik vond het goed hoor. Wat een klef. Stel onbestelbaar man. Ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Maar, we hebben nou eigenlijk wel vier goede potentiële kandidaten. We hebben vier potentiële goede kandidaten gehad, Jos. Zullen we gewoon even nog het rijtje slechts afgaan? Ja, maar een belangrijke vraag, Martijn. Vertel eens. Zat de voordeur erbij? Word je aangebeld hebt? Ja, dan zat erbij. Oh. Was het bij Eugenia? Niet het klef. Hoe was het klef stel? Die niet. Was het bij Harry en Sandra dan? Niet. Harry is niet hier. Ook niet. Dus dan blijft hij een kien houdt en achter de heren over. Kien houdt aan achter de heren. Morgen weer aanbellen. Pure zinnen. Ik ga hier even aanbellen aan deze deur. En ik ga jullie presenteren. De nieuwe prins van de Pureuze. Achter de heren. Prins Jelle de Nester. Gas, knal op de wind, rotte zalen, prinsjellen, prinses Marie.